Hoe gaat de nieuwe wijk Julianaweide in Heteren eruit zien? Er liggen twee plannen die op het eerste gezicht sterk op elkaar lijken. In beide zouden er 54 woningen komen, waarvan 23 in de sociale huursector. Het verschil? Het plan van de dorpsraad voorziet ook in een sport- en activiteitencentrum naast sporthal De Bongert. In het plan van de woonstichting staat alleen een sportveld ingetekend. Het ziet er naar uit dat het laatste plan wordt uitgevoerd, tot teleurstelling van de dorpsraad.